Vandaag is het zover, de première van het Pauperparadijs. Achter mij de rode loper. Super spannend. Ik speel vandaag zelf niet, maar ik mag jullie meenemen. Dan kijk je achter de schermen. Peter. Ja, dat ben ik. Ben je er klaar voor? Ja, dat weet je eigenlijk nooit, maar ik voel dat ik hier aansta. En het lichaam, 3 uur voor de voorstelling, staat nog een beetje uit. En is er spanning? Ja, er is zeker altijd, als je hier in Carré staat, zoals we hier achter ons zien, en daar zitten 1500 man, ja, dan heb je echt wel een beetje spanning, ja. Nou ja, daar gaan we. Oké. Toi, toi, toi. Ja, dan mag ik niks terugzeggen, want het brengt ongeluk. Doei. Oh ja. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, we zijn eigenlijk bezig met de Jordaan. Dat is onze beginstuk. En wij maken alle gekke liften zo. Dus dat is dat wat wij doen, kijk. Maar het gaat helemaal goed. En we zijn we hebben heel veel zin in. Dus ja. Hoe is het met de spanning, jongens? Goed hoor. Hartstikke goed. Onder controle. Ja. Hebben jullie er zin in? Zeker. Ja, zeker. Geboren met zin in. Dus, top. Ja, de BN'ers die zien er altijd extra mooi uit vaak. Die hebben soms ook hulp van stylisten natuurlijk. En die worden vaak gekleed door mensen, dus dat is wel heel leuk. Die zien er altijd heel glamorous uit. En die zijn het ook gewend. Dus die gaan er wel echt lekker voor staan. Die nemen een momentje ervoor. Het is altijd wel, bij een rode loper heb je wel veel andere fotografen ook. Dus dan moet je een beetje zo ruimte maken. Dus ja. dat is altijd wel hectisch. Maar dat, dus jij hebt sterke ellebogen? Ja, ik ben er. En dit is Monique! Monique! Ja, mogen de creatives even aan de kant? Eindelijk! Waar staan we dan? Daar staan we dan. Wij hebben we hebben interviews afgenomen. Ik ben er klaar voor. Het gaat erover. We zijn er zo meteen klaar voor. Staat hij aan? Ja. Hij staat aan. Kom erbij hoor. Ja, kom erbij. Let's go. Wat verwachten jullie van de voorstelling? Ik verwacht veel muziek, veel emoties en ik verwacht vooral een heel mooi verhaal. Ik vind het wel, het is gewoon van alle tijden, arm en rijk. Met een Noord-Nederlands klei getrokken nieuwe muziektheatervoorstelling, tenminste relatief nieuw. Nou, ja. Première. Première. Hoe was het? Het was goed. Ik ben blij dat hij erop zit, moet ik zeggen. Ik ben toch altijd een beetje gespannen, maar hij ging goed. Ja. Waarom zouden mensen de voorstelling moeten zien? Ja, goede vraag. Waarom je deze voorstelling moet zien, is omdat het een hele mooie combi is tussen informatief, dus een stukje geschiedenis uit Nederland, wat eigenlijk vrij weinig mensen kennen. De première zit erop. Het feest is begonnen. En ik ben zo ongelooflijk trots dat ik in deze voorstelling mag staan. En ik heb onwijs zin om nu zelf te gaan spelen. En ik heb vandaag op de Rode Loper BN'ers gesproken. Ik heb onwijs leuke reacties gehoord over de voorstelling. Dus ja, onwijs geslaagde dag.